allemaal, vandaag wij maken kip met de groenten en rups. Jongens, ik kom eten dijaj via vilvul, bosser en rups. Wij gaan beginnen. Wij hebben nodig 2 uien, paprika, kipfilet en rups en tomatensaus en citroen en zout. Een beetje, ik hou dat. En wat nog meer? Olijfolie. Dat alles. Die. Wij gaan snijden die uien. Die kipfilet met water en zout, een beetje kruiden, gekookt, dat alles. En hij staat er maar een beetje met sloeg bij mij. Ik wil melk en een beetje paraat. Wij gaan voeren. Ik doe een klein beetje olijfolie. We gaan die zo even tegen. Daarna een beetje roeren. Wij doen nu paprika bij. Dat is het vissen. Allemaal mooie knoeren. Oké. Wij in doen. Kipfilet bij. Ik ga dit zo doen. Wij doen nou een beetje zout, melk, kruiden. Citroen, citroensap. Tomatensaus. Een beetje water. Dan een beetje water bij. Oké, dan doen we dicht. Over een paar minuten. Het is het klaar. Ik
kom over 5 minuten terug. Het is klaar. Hoe zou het wat gaan is dat ga je? Ik ben. Is er nog voor de lavers? Gaan wij niet snijden. Wat hebben we nog? Zo is het. Alle magda. Daarna gaan vouwen. Zo vouwen. Pak andere. Allee. Dan zet hem. Beetje olie. Vingers. Ja. Oké. Hier dan een beetje van de andere kant ook olie. Gelijk olie. Voor je MGD en zo gaat staan. Smakelijk. Dankjewel. Tot volgende keer. Doei.